terug. Eline en ik gaan vandaag lekker tekenen. We hebben hele leuke schetsboeken. Met make-up en met mode. Ik zal het eventjes hier laten zien. Dit is het make-up boek. Dus dan kun je mooi de gezichten van de modelletjes make-uppen. En dan hebben we hier het modeboek. Daar kunnen we leuke outfits mee maken. Leuk, hè? Wij gaan lekker tekenen. Het zijn hele handige boeken. Er zitten schablonen bij. Dus als we een schabloon kunnen we er even uit klikken. Ik zal het ook even aan deze kant laten zien. Kijk. Hier kun je het gewoon eruit klikken. En dan kun je hem altijd weer terugstoppen om hem te bewaren. Super handig. Dan pakken we deze. En dan pakken we een plaat. En die gaan we inkleuren. Even kijken. Deze. Welke zullen we doen? Die. De jurk? Ja. Oké. Okay. Nou, dan leggen we die erop. Zo, nou ziet het er nog een beetje gek uit. Maar als we hem dadelijk getekend hebben, dan kunnen we hem heel mooi inkleuren en dan hebben we een prachtige jurk. Zo, we zijn klaar met schetsen. Zullen we hem in gaan kleuren? Ja. Zullen we de jurk oranje maken? Oké. Ja? Dat vind ik altijd een hele mooie kleur. Lekker zomers. En als ik nou als tip kan ik zeggen dat je begint met een licht inkleuren. En als je nou met wat donkerder inkleurt op de schaduwstukken, dan krijgt het net wat meer diepte. Dus dan heeft het echt wel... Ja, heeft het een heel mooi effect. Dus inderdaad eerst licht inkleuren. Aan de randjes wat donkerder, waardoor dat je ja, echt diepte in je tekening krijgt. Wat ook altijd leuk is, er zitten mooie achtergronden bij. Dus leuk met swirls, met sterretjes. Dus je kunt op de achtergrond nog heel veel kleur aanbrengen. Waardoor dat het echt een hele complete plaat wordt. Echt heel erg gezellig en kleurrijk. Nou, we zijn helemaal klaar met kleuren. Laat het maar eens zien. Kijk eens hoe gezellig. Nou, je kunt alle mode trends maken die je wil. Je kunt broeken, je kunt riemen geven, je kunt er een bloemetje in het haar maken. Haar kun je zelf verzinnen, dus lang, kort, wat je wil. Dus gaan we helemaal los, hè? Ja.